thuiskomen zijn voor je, Pieter. Ja, dat is het zeker, Meijer. Want waar zijn we? Dit is het provinciehuis in Gelderland met uitzicht over de rivier. Ja, ja. En de brug. Ja, heb ja. Heb je het gemist? Ja. Heb ik het gemist? Jazeker. Ja, jawel, maar aan de andere kant heb ik eerlijk gezegd de afgelopen jaar ook geen tijd gehad om het echt te missen. Maar het is wel heel fijn om hier te zijn. En waarom zijn we hier? Waarom zijn we hier, Meijer? Dat ga ik vertellen. Jouw blog, hè? Ja, dat is ook zo. Ja, we moeten niet helemaal omdraaien. Alle GS'en die komen vandaag samen in Arnhem om gewoon gezellig bij elkaar te zijn. Niet te veel agenda, zeg maar echt even bij elkaar zijn, want het is al jaren geleden dat dat gebeurd is. En mensen staan er echt om te popelen om echt elkaar gewoon even te spreken aan tafel met een hapje en een drankje. Zoals we dat gewend zijn als mensen. Popelen, echt, hè? Want iedereen heeft zich aangemeld, hè? Is een beetje wel. Er zijn een aantal zieken. Die hebben zich toch, want we moeten niet vergeten, er is nog steeds corona. En trouwens is ook een griepvirus dat rondgaat. Dus dat, maar eigenlijk was de opkomst bijna 100%, ja, als die zieken er niet zouden zijn. Dus dat is heel mooi. En dat laat ik zien dat iedereen er wel zin in heeft. Dit is de netwerkfunctie van de vereniging? Zeker. Hoe is het met de belangenbehartigingsfunctie van de vereniging? Daar gaan we vanavond ook wel over hebben, denk ik. Ik had het er net nog over met de voorzitter en ook de voorzitter van de BAK, Eddie van Heijem. Want misschien gaan we ook nog wel aandacht vragen voor de financiële condities rond de grote transities die de provincies allemaal in hun eigen provincie te realiseren hebben. Dus daar zullen we het vanavond ook wel over hebben. Maar nogmaals, we zullen het vandaag met name hebben over toch even gewoon contact maken met elkaar. Weg van die schermen en gewoon echt even het gesprek aan. Dus dat is ontzettend mooi, denk ik. En ik heb net van een zekere Meijer gehoord dat het precies twee jaar geleden is dat er een alert op je telefoon kwam dat we allemaal 1,5 meter afstand moesten bewaren. 22 maart 2020. Kijk aan. Dus dat is wel heel, heel bijzonder dat we juist op deze dag hier mogen zijn. Op deze stralende eerste lentedag. Want dat is het ook de eerste keer 20 graden gehaald. Dus het kan eigenlijk niet mooier. Groen is inderdaad bij mij fysiek in het... Dat is een mooie kleur. Nou, gisteren hadden we bijvoorbeeld net zoiets. Het was het congres van de waterschappen. Natuurlijk goed om bij je collega's even langs te gaan. Er waren ook een aantal bestuurders, ook een aantal collega's die daar rondliepen. Nou, daar zag je ook eenzelfde effect. Dat was voor mij ook de eerste in twee jaar dat iedereen heel blij is om met elkaar contact te maken. Verder, dat is de andere kant op, zouden we morgen bijvoorbeeld een bestuurlijk overleg over de financiële verhouding hebben met de fondsbeheerders. Dus de minister en de staatssecretaris Financiën. Nou, dat gaat weer niet door. Want dan zie je dat we er nog steeds niet helemaal uit zijn. Dat zou fysiek zijn, maar dat is digitaal omdat de minister in quarantaine zit. Ja, dus dat is ook gewoon aan de orde. Hoorden we meer, hè? Ik las ook Hanke Bruinslot, corona. Daar heb ik het over, ja. Ja, precies. Ja, okay. Ja, dus vandaar. Dus het is wisselend. Nou, wat kan ik jullie verder nog vertellen? Wat er nu aan de hand is. Nee, ik denk dat ik het daar gewoon even bij laat deze keer, Meijer. Ja, dan nog één ding. Okay. Wat is het best bewaarde geheim hier in het provinciehuis in Gelderland? Het best bewaarde geheim? Nog even heen? Nou, wat heel mooi is, is dat dit huis zit vol met symboliek. Onze voorzitter die komt er aanlopen als je omdraait. Ik wil je ook nog even meepikken. Goedemiddag. Voor alle medewerkers. Voor alle medewerkers van? Van IPO. Van IPO. Nou, het huis zit vol met symboliek en dus komt onze voorzitter er. Precies, aan. Precies. Aan. Ja. Dat is allemaal regie bij. Dat is allemaal, ja, maar je kan, het is natuurlijk gebouwd net na de oorlog en er is geen steentje hier. Die geen betekenis heeft. Dus, en ik weet het allemaal niet, de oud-griffier die kon het altijd fantastisch vertellen, maar alles heeft symboliek. En dat is, ik weet niet of het een groot geheim is, maar ik denk dat er heel veel mensen hier door dit gebouw heen zijn gelopen die dat niet in de gaten hadden. Maar echt alles heeft symboliek. Ja. Nu Jaap, dit is toch nog één inhoudelijk puntje. Ja. We lazen ook het bericht van Rinoy Kam. Ja. Wat opgepakt is, ja, er moeten meer Kamerleden komen. Maar wat wij natuurlijk ook lazen in die berichtgeving van die Noord-Kan, dat hij zegt, ja, dat kan misschien ook nog wel zonder de provincies. Ja. Dat jullie hier nog zo rustig staan. Nou ja, goed, het is het beste die het zegt, maar
Ik moet nog even oefenen op de reactie. Ik weet niet of daar de oplossing ligt. Meestal lost een structuurdiscussie niet zo heel veel op. En natuurlijk om de zoveel tijd popt het weer op of je deelt Nederland op in een aantal stadsprovincies met een centrumgemeente en eromheen. Of je maakt gebruik van de kracht van de provincie zelf. Wat ik wel vind is dat we ons als provincies moeten aantrekken dat elke keer die discussie weer opkomt. Dat je dus ook wat met groot zelfbewustzijn moet opkomen voor de plek die je in het openbaar bestuur inneemt. En ik denk dat die groot is. Ja. En nu misschien meer dan ooit met de transities. Ja. Dat is... Ik denk, we hebben meer aandacht dan ooit en dan moeten we het ook natuurlijk waarmaken als provincies. Ja. Maar het is eigenlijk, het is goed dat er altijd over nagedacht wordt, want je moet blijven nadenken. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, goh, er is zoveel te doen in Nederland, er is zoveel aan de hand, er is zoveel wat we aan moeten pakken. Misschien is het ook verstandig om daar echt de inzet en de energie en de middelen in te zetten. Dan de slotvraag. Ja, we begonnen met dat dit eigenlijk dus echt een netwerkevenement is. Is dit eigenlijk ook een soort van oproep van jongens, ga weer de deur uit, zoek weer je netwerk op en breng dat verder dan alleen via het scherm? Jazeker, maar ook gewoon aan de slag. We hebben ontzettend veel te doen, denk ik. Ik denk dat zeker aan de orde zal zijn en een paar keer op tafel zal komen. Ja. Nou, daar wens ons je netjes aanpakken. Een hele fijne avond. Dankjewel, Meijer. Thank you.